Maar de eerste baan komt door aan nummer 62, Atima. En de tweede voor 10 broekstraat naar 31. 62, 31, dan onder de 1, 2 en 3 in deze rond. Een 175 per stik. 175 naar de volgende. Heel kort, de nummer 31 van 10 broekstraat. De mannen van Haaklo, mannen van de lijn Koestruij door Bergen. En dan gaan we naar de keer van deze vrouw. Dat is een tweede aankinder die af en toe een foutje maakt bij het ingaan van de bocht in Nederland. Die moest er net niet van haar profiteren. Maar dat wordt toch afgeleven. Hij moet wat helemaal. Kijk, tien moet er aan de buitenkant. Vijf aan tien op de buitenkant. Vijf aan tien op de buitenkant. En wie is de landsverrader? Het is tien moet er in wat meer de buitenkant. En het gaat in dat tien moet er in met die koppositie overheen. Met de voorwaarder aan Kima. Met z'n tweeën zijn ze dan vrouwen voor de koppositie. Hier nog tegen Kostman. Hoe moet je verleden natuurlijk ook voor de levering. Kijk, hoe gaat dat aflopen? Tien Poestra, Aankinga, nog één ronde gaan. Met z'n tweeën zijn er een mooie strijd aanleveren. Tien Poestra en Aankinga. De 31 en de 72. En daar is hij. Komt hij nog aan de nummer 9 van de Kostman uit de buurt. Poestra, Aankinga, de kaka's. Nou, niet drie kaka's, maar dat moet ik zeggen natuurlijk. Er is Tim Poestra, hij pakt de zonnepunten in deze groep. Tom Aankinga, met de 69 op de derde. En dan komt hij aan met de nummer 19, onze Steffen Postma, voor de derde. Ja, al is het veld niet groot, toch maken ze er een mooie strijd voor.